Na Knoet de ijsbeer en Paul de octopus is er nu Heidi de schele buidelrat. Met haar blinkende zwarte ogen en haar roze neus heeft Heidi de Duitse harten al veroverd. En nu leert ook de rest van de wereld haar kennen. Een rat die scheel kijkt is natuurlijk ook geen alledaags fenomeen. Een schielende oppassing is niet normaal. Also, dat moet man ook immer wieder zeggen. Also, die hätte in freier Wildbahn überhaupt geen Überlebenschance. Weil sie durch ihre, eben durch dieses Schielen wirklich in, ihrer, in ihrem optischen Sinn wirklich beeinträchtigt ist. Und kann man im Prinzip von Glück reden, dass sie in einem Zoo gelandet ist, weil hier gibt es natürlich keine Beutegreifer, die das Schielen der Opossum fressen. Sinds de eerste foto's van Heidi verschenen, heeft ze al meer fans op Facebook dan Angela Merkel. De teller staat nu op 146.212 fans, maar er komen er elke dag bij. Heidi heeft ondertussen al een eigen reeks op televisie en een lokale speelgoedfabriek maakt pluche ratjes. Witte met zwarte oortjes en schele ogen uiteraard. Toch is niet iedereen enthousiast. Sommige dierenrechtenactivisten vinden de aandacht en de marketingmachine een vorm van misbruik. Man darf halt auch nicht vergessen, dass Zoos einfach auch wirtschaftliche Unternehmen sind und da wird auch natürlich jedes süße Zoobaby genutzt, um halt damit auch Profit zu machen. Und das dient nicht unbedingt den Tieren, sondern in erster Linie den Zoos. Een professor van de Universiteit van Berlijn gaat nog verder en ziet het ophemelen van hulpeloze dieren als een symptoom van onze decadente maatschappij. Tieren kunnen niks dafür, dat zijn instinctwezen. Ja, ze zijn volledig domesticeerd en gezähmd. En we feiern sozusagen die Gattung. Ja, dat is voor mij een merkmal voor een decadente gesellschaftsformation. Maar daar trekken de duizenden Facebook-fans wereldwijd zich helemaal niks van aan.